Misschien weten we even niet wat we moeten geloven als onschuldige mensen, volstrekt onschuldige mensen, het slachtoffer worden van een conflict. Dan slaat de twijfel toe, zelfs bij gelovigen. In de stilte vinden we kracht. De kracht om er voor elkaar te zijn. In tijden van crisis toont vriendschap zijn kracht. We noemen enkele namen van mensen uit onze kring die gestorven zijn in de lucht boven Oekraïne. Peter Langeveld en Gerry Slok. We denken aan het echtpaar hier in deze stad met het Chinese restaurant. En zoveel andere namen door elk van ons nu in gedachten genoemd. Meneer Kuipers, hoe heeft u deze dienst ervaren? Dat was heel bijzonder. Door de veelheid van mensen en dat het ons als kerken gelukt is om al die verschillende kerken die er zijn bij elkaar te roepen, te vegen en zo'n dienst neer te zetten. Burgemeester erbij en ja, een heel verbonden gevoel. Kunnen mensen hier kracht, troost uitputten? Dat denk ik wel, ja. Het bijzondere van zo'n kerk is dat je, ook al doe je niks, dan is het toch nog iets heel wat je meeneemt, wat een beetje jezelf overstijgt. En ook iets te doen. Zo'n kaars aansteken is voor mensen heel belangrijk. Dat je zelf iets kunt doen. Indrukwekkend. Ja, ik vond het mooi dat iedereen erbij stil blijft staan. En dat we toch als Rotterdammers ook een steentje bijdragen. Voor de mensen die wij hebben verloren hier in de stad. Ja, bemoedigend en rustgevend. En ja, van tevoren probeer je te bedenken van hoe zou dat nou gaan. En als ik naar afloop kijk, dan van het was goed. Het was goed om hier te zijn. En in die verbondenheid ook zo met elkaar dit allemaal ook te beleven. En dat geeft weer kracht en moed om verder te gaan. Ik las het in de krant en ik dacht, nou, dit lijkt me een mooie manier om daar met elkaar bij stil te staan. En het was ook heel mooi. Nou, ik vind het schitterend dat verschillende geloven bij elkaar zijn. En dat ze toch wel uitdragen en de warmte geven. Aan de mensen die dus overgebleven zijn, want er zijn hele families natuurlijk weg. En we moeten toch nog even wachten totdat alles hier is. Net als Flip, die heeft namelijk ook een hele familie die bij de vlucht was. Hè? Vertel eens, Flip. Nou ja, ik heb veel in het buitenland gewerkt. En meneer Peter Essers, die staat ook in de krant met zijn vrouw en zijn zoon en zijn dochter. Die zijn ook daarmee verongelukt. Dus ja, daar vandaan dat ik me ook ben. Ik ben zelf ongelovig mens, maar... Ik vind het toch wel belangrijk om even hier te zijn. Ja. Dat beweegt wel om naar een herdenkingsdienst te gaan. Ja, zeker weten. Ja, we voelen de hele week met de mensen mee eigenlijk. Totdat ze er allemaal zijn, ja? Oké, bedankt hè. Oké.